Waarom doen jullie mee? Verliefd op jou! Kom, zeg maar niet. Waarom doen jullie mee met de nieuwjaarsduik? Om Sneerop! Dat is een opdracht voor onze aspies. Uit verpleiting. Ah, het moet. Maar we hebben eigenlijk maar 7 leden meegekregen. Oei, waarom doen jullie mee met de nieuwjaarsduik? Ze moeten dat doen als opdracht voor hen. Ah, maar ja, jullie willen dat eigenlijk niet doen. Nee. We doen dat samen met de ploeg en voor het groepsverband en zo. Nieuwjaarstraditie. Nee, jullie doen het elk jaar. Wij 3. Ja, traditie, we komen hier elk jaar. Elk jaar in zomerkledij dus. En hoeveel in zomerkledij inderdaad? Ik vind het toch niet zo warm. Zo. Ja, dan moet ik kleren weer aan te trekken. Omdat we zot zijn. Dat we zot zijn, zo hoor ik het graag. Het water is 5 graden en het voelt aan als -4. Hebben jullie een bepaald ritueel als om er toch helemaal klaar voor? Gewoon dansen. Hoe ziet dat er dan uit? Nee. Ochtendgymnastiek. En hoe ziet dat eruit, de ochtendgymnastiek? Oké, we zijn aan opwarming begonnen. Het is bijna officieel. Hoe was het? Koud. Leuk! Leuk? Superleuk! Maar wel leuk, ja? Ja, echt leuk! Fris on the vis. Wat heb je koud met je lichaam gedaan? Mijn voeten zijn bevroren en zijn ijshoorn. Ik heb geen gevoel meer in mijn vingers en tenen en zo. Dus. Ik had ook het gevoel dat ik geen man meer was. Ik weet niet hoe dat bij jullie zat. Huppa, woem! Direct een stukje klein. Ja. Ja. Er was er een die in schok was en die kon zijn mond niet meer dicht. Toen die liep daar zo. Het heeft een beetje pijn. Ik ga niet meer zelf even brussen. Wacht. Ik heb wel ook een Mag ik de vraag stellen? Ja, dus. We gaan onze trainer er een keer bij roepen. Zijn er ingegaan als mietjes en zijn eruit gekomen als echte venten! Maar het was dus de moeite. Ja, het was zeker de moeite. Het was superleuk. Gewoon charme, joh. Ja.